Eva, gefeliciteerd met je prijs. Beste Instagrammer. Voor de mensen die jouw verhaal niet hebben gevolgd, zou jij kunnen uitleggen wat jij op Instagram doet? Nou, ik deel op Instagram eigenlijk gewoon mijn verhaal over dat ik ziek ben. Ik ben namelijk ongeneeslijk ziek. En dat doe ik nu voor een jaartje. Omdat ik nu een jaartje ongeneeslijk ziek ben. En ja, daar deel ik eigenlijk gewoon alles op wat ik meemaak. Wat heel mijn traject is, chemo's tot leuke dingen ook, dus ja. Nou, beste Instagrammer, dat is nogal een titel. Wat doet dat met je? Ja, ik had het niet verwacht. Ja, ik vind het vooral heel gek of zo. Ja, het verandert natuurlijk helemaal niks uiteindelijk. Ik ga me er niet anders door gedragen. Hoe belangrijk vind je dat jouw verhaal verteld wordt? Ja, ik vind dat wel heel belangrijk, omdat er is zeg maar een soort tussengroep. En dat noemen ze dan de AYA, onder de kankergroep. En daar is een soort van vergeten groep, noem ik het maar even. En daar is nu wel wat meer aandacht voor. En ik vind het daarin heel fijn dat ik ook een deel van die groep vertegenwoordig. Dus dat vind ik al heel mooi. Ja, natuurlijk de vraag, hoe gaat het nu met je? Nou, eigenlijk gaat het nu heel goed. Ik ben nu 4 maanden stabiel, dus dat is heel goed. Dus ja, ik kan niet beter wensen nu. Ik doe allemaal leuke dingen. Dus, En hoe zie jij jouw toekomst nu voor je? Nou ja, mijn toekomst is waarschijnlijk niet heel lang. Het kan zijn dat ik er over 3 jaar niet meer ben. Maar het kan ook zijn dat ik er over 1 jaartje niet meer ben. Maar het kan ook zijn dat ik er over 10 jaar nog wel ben. Dus ja, ik weet het niet. Maar ik doe gewoon waar ik op dit moment zin in heb. En dat zie ik dan ja, wel wat erna komt. Hey, waar komt die te staan, je prijs? In de kast. Ja, wel in een vitrinekast hoor. Niet met dichte deurtjes. Ik ben best wel trots op de eerste award die ik ooit heb ontvangen. Dus, Geniet ervan. Gefeliciteerd. Dankjewel hè.